Kerabat mutabat nawan tenagen arisan ingkang kedua jalur punika kita kumpul antawisipun sedulur senggalan senggalipun famili mutabat ya telepesan ing jalur punika adik kula ingkang nami Lydia mutabat jangkep 40 sekawan tahun sekawan dasa sekawan tahun lan semata lagi iki adik kula saking negara Walandi dan Mbak Ipun Imam Khotib dan negara Walandi dan iki teng Suriname seminggu tumut musibah satu Ramadan dan Mbak Inge sakata tumut imami ya, kangge sholat tarwih lan sak witiripun muka-muka Allah Subhanahu wa taala nafis toyo ibadah kita atur menjang wata yamul akhir para sulur yang ini inge sumatul ki adik kula yang Mbak Inge jadi sekaut ya polisi kejarannya polisi dengan Suriname lah matur kita saben sasi sepisan kumpul kangge ngawontenaken arisan supados langkung kraket anggenipun pasagaran ya pamilon niki kita anggap penting sangat supaya kerabat mutabat tetap syukur lan rukun anggenipun gesang ing alam donya ngantos menjang kemungkinipun akhirat. Family, Brothers and Sisters, was saying the same. The fanatic of YBLK, Koma, Alice Family. There's an money was a bit income, so we organized here another family. That way, in tier 10 minutes in the month, BLK, Koma, Kona, Prohama, we sport LK and Patrick Huda. And to follow this fanatic of and Sister Family Yara, Lydia is being better for water. And we're about to go to vacation, and also a member of Brucha, the Netherlands is here new in the vacation. And we're saying BLK, Oak. In het kader van een eet-diner, ja, dus vorige week was het een Idul Fitr. En ook in dat kader zijn we vanavond bij elkaar. Het is dan, we hebben geluisterd naar elkaar boodschappen. Rahmat, we hebben elkaar geluisterd naar de boodschappen. Die werden overgebracht door onze broertjes, onze oudersjes. En we nemen dat mee in ons verder leven, zodat wij ook daarmee echter worden, de samenwerking en de onderlinge broederschap. Hiernaast mee heb ik ook nog mijn kleinste broertje, dat is Maulana Rahmat Mutabat. En misschien heb ik ook wat te vertellen aan de gemeenschap van de familie Rahmat. Nou, wat ik dus zeg heb is, het is altijd leuk om met familie te zijn. Familie is voor mij en misschien ook voor jullie het belangrijkste wat iemand zou kunnen hebben in zijn leven. Dus daarom moeten wij familiebanden goed houden en zoveel mogelijk versterken als het kan. Dus zijn penting kan ik ook dewe keluar ko kudu dipikirake penting amarga menungso iku ora iso urip dhewean mesti ana kancane paling ana adik opo kakange opo meneh nek wong tuane isi urip kudu di rumati kudu di kudu dihargai. Dus je moet het waarderen om je ouders dat nog te hebben. Dat je net netje in de papa en je poep moet het toegang. Dat is voor onze ouders echt belangrijk. Tot de woord. Sminamale voor Sulur. Erik. Sminamale. Als je hier ziet, ja. Ik heb bij Sulurku. Ja. Aku sing tua dhewe. Iki adikku pernah adik sing apa itu? Saya bisa aku terus itu iki Imam Haji Muhammad Irsad
and hinas me iki sulur pu si cilik dhewe iku Maulana Rahmat Mutabat. No, sitat mensa, we sent here als broers BLK and we have done it for the boodschappen en ik wil jullie allemaal uitnodigen om samen met ons nu daar even te kijken wat de tafel biedt. We hebben lekker gekocht als familie voor papa voor de sulur. Siwa-siwa, ya, kabe, siwa sini Indonesia uga. Kula ngaturaken mohon maaf lahir dan batin kandengan kalian dinteriati ingkang sampun kepungkur. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kita sukses nggih akhir sukses wonten kalam donya. Tumuju akhir amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.